2020, het jaar dat wij nooit meer zullen vergeten. Iedereen heeft dit jaar op zijn of haar eigen manier ervaren. Maar één ding is zeker, het was niet ons favoriete jaar. Een jaar met zoveel gebeurtenissen en emoties en het is vanzelfsprekend om negatief op dit jaar te reageren. Negatieve energie is slopend en het niet waard. Ik zie dit jaar als een wake-up call. Ik heb kunnen reflecteren op de dingen die er echt toe doen. Het was een jaar vol rollercoasters. Naast de wereldwijde pandemie had ik diverse persoonlijke struggles die mij emotioneel en mentaal enorm hebben gesloopt. Ik was mezelf niet meer en ik zat zo in een negatieve sleur dat ik mezelf helemaal niet meer herkende. Ik heb dit jaar verschillende dingen geleerd. Zo heb ik geleerd dat je mentale gezondheid prioriteit nummer 1 moet zijn. Ik heb ook geleerd dat ik meer in het moment moet leven. Ook heb ik geleerd dat ik enorm dankbaar moet zijn met de dingen die ik op dit moment heb. Ik heb geleerd om los te kunnen laten, ook al doet het pijn. Dit jaar heb ik ook gehuild, maar dan ook echt veel gehuild. Het is juist goed om je emoties te uiten en toe te kunnen geven dat je je niet oké voelt. Dit jaar heeft mij sterker gemaakt en daar ben ik dankbaar voor. Nu je hier toch bent, wil ik iets tegen je zeggen. Je mag trots op jezelf zijn dat je dit jaar hebt doorstaan. Je hebt meer kracht en positiviteit in je dan je denkt. Het is oké als je moeilijke tijden hebt, maar je komt er altijd bovenop, hoe dan ook. Wees alsjeblieft dankbaar voor alle momenten, want die momenten, goed of slecht, hebben jou gevormd tot wie je nu bent. Het was geen leuk jaar, daar zijn we allemaal over uit, maar het had zo moeten zijn. 2020, bedankt voor alle leerzame momenten die je ons hebt gegeven. Ik ben klaar voor een nieuw jaar met nieuwe kansen.